hele goede dag, lieve kijkers. Welkom op mijn kanaal veganlounge.nl. Nou, vandaag een shoplog. Ik ben vandaag naar de groenteboer geweest en naar de FOMAR. Nou, ik heb wat boodschapjes gehaald, want ik ga deze week weer heerlijke gerechten maken. Vegan gerechten, dus daar zal je natuurlijk van horen. Maar als je dat zeker wil weten, klik dan hier op het abonneerknop als je nog niet geabonneerd bent. En daarnaast het belletje natuurlijk, want dan kunnen jullie de volgende keer genieten van mijn vegan recepten, gezondheidstips enzovoort. Nou, dan ga ik beginnen. Goed, wat heb ik gehaald? Nou, ik heb hier gehaald spa. Dat is low calorie en er zit lemon en cactus in, dus citroen en cactus. Och, ik ben hier zo dol op. En ik ben blij dat ze nu stevia als zoetmiddel gebruiken. En daarna goedkope versie van de FOMAR zakdoekjes. Onmisbaar. En ik heb twee katjes zoals je weet. Een rode kater en een grijs-zwart geflekte poesje. Nou, ik koop altijd Purina One voor ze. Sensitive. Zij lusten ook alleen maar dit. Mocht ik een andere soort halen, dan eten ze dat niet op. Het is heel vreemd, vind ik dat eigenlijk. Maar goed, ze vinden dit gewoon, ja, dit is gewoon hun voer. En daarna heb ik gehaald naanbrood. Zit knoflook en koriander in. Best wel lekker voor in de ochtend, lekker opwarmen en dan hummus erop. Heerlijke plantaardige boter, et cetera. Of voor avondeten kun je ook creatief mee zijn. En daarna deze week ga ik ook wraps maken, tortilla wraps, met of kikkererwten of gewone erwten, gewone groene erwten. En van de FOMAR heb ik gehaald pedaalemmer zakken, hadden we ook nodig. En dit is nieuw, voor het eerst dat ik dit heb gehaald, dit zijn rijstnoedels. Deze zijn wat groter en ook wat goedkoper, deze is 1,49. En nou ja, ik ben benieuwd, dus dat wordt ook een rijstnoedels recept. Deze week of volgende week. Maar ik kan niets beloven op dit moment. Maar dit lijkt me echt waanzinnig lekker. En daarna onmisbaar hummus. Heerlijke hummus naturel. Nou, soms koop ik hummus. Maar soms maak ik hummus ook zelf. Als ik daar tijd voor heb. Daarna een halfje tijgerbrood van de FOMAR. En ook een soort van magazine om inspiratie op te doen. Ik ben ook echt benieuwd of ze ja, lekkere gerechten hebben of zo hier. Dat weet je maar nooit. Goed, van de FOMAR heb ik gehaald citroen, onmisbaar in het huis. Voor de sla, voor de gerechten, voor de soepen, maar ook voor 's ochtends met lauwwarm water. Nou, dan komen we aan bij de groenteboer. Ik haal ze even uit een zakje, want dat is altijd beter. Ik heb hier 1 plus 1 gratis courgette. Zo, daar ga ik heerlijke gerechten mee maken. En daarna heb ik, ja, daar ben ik heel dol op, platte selderij voor salades, voor soepen, voor gerechten, noem maar op. En van de groenteboer, ja, van de groenteboer heb ik kikkererwten gehaald en linzen, groene linzen. Nou, als vegan heb je heel veel eiwitten nodig. Aangezien ik geen vis eet, geen vlees eet, noem maar op, is het belangrijk dat ik kikkererwten thuis heb en groene linzen. Want hier zit echt boordevol eiwitten in. En hier zitten ook boordevol eiwitten in, vezels in en ijzer. Nou, deze ga ik ook in een van deze dagen lekker klaarmaken. En dan maak ik heerlijke gerechten mee. Van de groenteboer bananen. Heerlijk voor de smoothie of tussendoor. Van de groenteboer trostomaatjes. Voor de sla of andere gerechten. En de klapper druiven. Heerlijke zoete druiven. Heel lang geen druiven gehad. Ja, ik weet het niet. Als ik een winkel binnenloop, dan ga ik niet zo snel naar de druiven. Snap ik nog steeds niet. Maar ik zag ze buiten staan. Ik dacht, ik ga gewoon druiven nemen. Ze zijn ook heel goedkoop bij de groenteboer.
Dus lekker voor de snack, bij de sla, noem maar op. En ik had nog spullen die ik in de vriezer had gedaan. Dit is een mango stukjes ingevroren voor smoothies. Heerlijk gewoon. En daarna heb ik oma smulfrieten. Overfrieten. Goed, dat was het voor vandaag voor de shoplog. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk hebben gevonden en dat jullie wat inspiratie hebben kunnen opdoen. Prima, mochten jullie deze video een leuke video vinden, geef dan een duimpje omhoog. En natuurlijk, vergeet niet te abonneren. Klik hieronder op het rode knopje en daarnaast natuurlijk het belletje. Want zodra ik weer een leuke video voor je heb, dan krijg jij een notificatie. En dan wens ik jullie natuurlijk nog een hele fijne dag. Dag!